loop hier 40 jaar. Misschien zelfs wel langer. En wij hebben hier ook gouden tijden meegemaakt. Met DFC, FC Dordrecht, DS79. En dat, ja, dat, als dat wegvalt, dan heb je eigenlijk niets meer, hè? Ik kan me voorstellen dat je je wel zorgen maakt over de toekomst van de club. Dat ik nou voor de camera sta, is eigenlijk al belachelijk. Want dat zou ik normaal ook niet doen. Maar ja, alles voor de club op dit moment. Ja, al moet ik naakt over de voorstraat rennen. Maar ik geloof niet dat dat gaat helpen. Voor niemand niet trouwens. Heel eerlijk, ik was super trots op onze supporters. Ik was, vond het heel geweldig hoe iedereen heeft ingesproken. En je ziet dat, dat als het er echt op aankomt, dat het echt allemaal achter elkaar gaat staan. En ja, eigenlijk was dat deze week de allergrootste overwinning van de laatste maanden. Ja, het is out of our hands nu. Het ligt bij de gemeente. We hebben afgelopen woensdag duidelijk gemaakt hoe wij er naar kijken. Namens de supporters en ook namens de club. Met Hans de Zeeuw die zijn verhaal deed. Het is nu aan de gemeente om verder te kijken dan waar ze zijn gestrand. Met het slechts kijken naar één optie en dat van tafel vegen. Terwijl er veel meer andere opties zijn. En dat is allemaal woensdag uitgelegd. Binnen hoeveel tijd verwacht jij dat daar duidelijkheid over komt? Kijk, we hadden wel de hoop op eind januari als een soort van deadline. Maar als de gemeente ja, 4 weken nog langer nodig hebt om in ieder geval aan te geven van hey, we hebben het misschien niet helemaal goed gedaan, laten we er toch nog eens even naar gaan kijken. Dan ben ik een heel tevreden mens. Dat heb ik mijn doel bereikt.